De Maduro's zijn nazaten van Portugese Joden die zich al in de 17e eeuw, onder andere vanuit Amsterdam, op Curaçao hebben gevestigd. De synagoge, de oudste van de Amerika's, vormt het middelpunt van de hechte Joodse gemeenschap. Van oudsher onderhouden de Joden een innige relatie met het overzeese moederland. Vrijwel nergens in het Koninkrijk wordt de liefde voor Nederland en het Huis van Oranje zo intens beleefd als door de Sefardische Joden van Curaçao. Het is dan ook geen wonder dat zijn ouders George naar Nederland sturen voor vervolgonderwijs. Al op zijn 10e verlaat hij het eiland om uiteindelijk te worden ingeschreven op een lyceum in Den Haag. In 1934 begint de 18-jarige George aan de Universiteit van Leiden met zijn rechtenstudie. Na de afronding van zijn opleiding is hij voorbestemd om een leidinggevende functie te bekleden in het familiebedrijf. Hij wordt lid van het koor en stort zich vol enthousiasme in het Leidse studentenleven. In oktober 1936 moet hij zijn studie onderbreken. Zoals alle dienstplichtige jongens wordt Maduro opgeroepen voor zijn nummer. Hij wordt ingelijfd bij de cavalerie en volgt de opleiding tot reserveofficier. George had een goed militair. Ja, ja. George had voor diverse specifiek militaire vakken had hij echt een ruime voldoende. De band met zijn familie op Curaçao blijft sterk aanwezig. Regelmatig komen zijn familieleden vanuit de West op bezoek. Na Aya 39, nos bij Ulanda, die vakantie. Anto George stappen naar Den Haag. In onze visita George en Aya. En su primo Lenny Kumi. Onze salie bij Bayern naar Scheveningen. Masha, agradabel tata. Maar al snel is de Tweede Wereldoorlog een feit. En de jonge luitenant Maduro zit direct midden in de oorlogshandelingen. Nu voor de derde keer wordt George Maduro door de Duitsers aangehouden. Hij is op weg naar Engeland om dienst te nemen bij de geallieerde strijdkrachten. In België wordt hij verraden en overgedragen aan de Gestapo. Eind 1944 wordt hij op transport gezet naar het concentratiekamp Dachau. New York, 10 augustus 1945. Beste onkel, kort nadat we je op 11 juli jongstleden geschreven hebben, ontvingen wij je tweede brief van 24 juni. Weer tegelijk kregen wij tevens, via het War Department in Washington, de ontstellende zekerheid dat onze lieve, brave George op 9 februari 1945 aan vlektyfus. George Maduro als enige Antilliaan de hoogste militaire onderscheiding toegekend. De Willemsorde voor moed, beleid en trouw. Essa aqui está é sábado com na Aya 47, mas vai buscar na Leiden para riba petição de papa com mama de George para mandar Kosovo. Está onde de Kosovo com Tatini entre sua pertenência com mama manda Kosovo.